mijn allereerste vlog. Ik heb eigenlijk hiervoor al 3 vlogs opgenomen, maar die heb ik uiteindelijk niet geüpload. Omdat ik ze niet goed genoeg vond. Ik ben veel te perfectionistisch daarin, maar nu denk ik, oké, boeien. Want ik ga op reis, dus ik ga jullie meenemen straks naar Stockholm. En via Stockholm gaan we door naar Doha, Qatar. En verder naar Phuket, Thailand. So, let's go. Aangekomen in Stockholm en we moeten nu wachten van terminal 1 naar terminal 5, dus we moeten met de bus. En je hebt hier zo'n systeem dat je de bus moet bestellen met een knop. En ik heb de hele vlucht geslapen. Ik ben mega moe, dus ik ga de volgende vlucht ook weer slapen. En die daarna ook, want we komen de volgende dag aan. Dus zodat ik geen jetlag heb, ga ik de laatste vlucht ook de hele tijd slapen. Ik heb een broodje met kip gehad. Normaal eet ik niet zo vroeg, maar ik ben zo vroeg opgestaan, dus dan heb ik nu best wel honger. En over een uur gaan we vliegen. Het is nu trouwens iets over 8. En om 9:30 gaat onze vlucht. Flight number 2. Airport en we hebben straks onze tweede vlucht. Hier zijn zoveel winkels. Ik ga straks even over de land. Oké, we hebben 3 uur overstaptijd, dus ik heb genoeg tijd om langs de winkeltjes te gaan. Ik moet nu alleen even ergens vinden waar mijn vriend kan zitten, zodat ik even kan shoppen. Het is eigenlijk zo erg hoe winkels invloed hebben op mijn humeur. Als ik leuke winkels zie, ik word gewoon meteen blij. Ik heb 2 mega lekkere Arabische parfums gekocht. En de tweede was gratis. Het was een actie, dus ook mega chill. Ik wilde de tweede zelf kopen, maar ik dacht, ik doe even voor afwisseling 2 verschillende. Maar ze ruiken echt mega lekker. Ik heb nog even wat make-up van Fenty Beauty gekocht. En een bronzer voor je gezicht van zo'n merk wat ik zag op TikTok. Dus dat ga ik even uitproberen. En ja, ik word nog altijd zo gelukkig eigenlijk van reizen en... gewoon alleen al in het vliegveld zijn. In andere landen maakt me al gelukkig. Maar ik heb zoveel zin om in Thailand te zijn. Eindelijk warmte. Want wij hebben echt de hele maand sneeuw gehad. En echt, het was echt mega koud, -10. De afgelopen dagen was het wel allemaal gesmolten. Maar ik heb echt zoveel zin om in Thailand te zijn. We gaan 3 weken. Dus dat is ook best wel lang. Het beste aan reizen met iemand is dat je niet zelf je koffers hoeft te dragen. In de laatste vliegtuig richting Thailand. Was ik wel van plan. En het is nu 8:00 in de ochtend.
En we kunnen pas inchecken om 2 uur. Dus we moeten even kijken wat we in de tussentijd kunnen doen. Maar het is wel al heel lekker weer. Namelijk tot 2 uur wachten totdat we in onze kamer kunnen. Dus we lopen nu gewoon even naar het strand toe. En het is echt mega heet en ik voel me niet heel prettig omdat ik mega wit ben. En ja, dus we gaan denk ik nu gewoon eventjes ergens zitten. Even tijd trekken, want ik wil ook echt even douchen. Ik voel me heel erg smerig na het vliegen. Want we hebben ongeveer 18 uur. Ongeveer ja, 18 uur hebben we in totaal een reis gemaakt, dus ja, ik wil eigenlijk wel zo snel mogelijk naar de hotelkamer. We gaan eventjes wat eten. Ik heb even een salade besteld en springrolls. Ik wil niet te veel eten, want ik heb in het vliegveld, in het vliegtuig, te veel ongezonde eten gegeten. Dus. Maar. En we moeten nog eventjes 2 uur rekken voordat we naar de hotel kunnen. Dan kan ik eindelijk douchen en omkleden en dan gaan we denk ik vandaag, dan moeten we even nog een scooter huren. En dan gaan we misschien vandaag ook meeten met onze vrienden. Dus ja, daar heb ik echt heel veel zin in. En het is wel echt heel erg druk, er zijn zoveel Russische toeristen. Het is allemaal niet volgens het plan gegaan. We zijn naar het hotel gegaan uiteindelijk om 2 uur. En toen zijn we in slaap gevallen. Misschien hoor je mij nu niet, maar toen zijn we in slaap gevallen. Het is inmiddels 6 uur en we gaan nu pas kijken naar scooters. En, want we moeten eentje huren, zodat we naar andere plekken kunnen rijden. En ik ben vandaag niet eens in de zon geweest. Ik heb me eens gezond en ik ben gewoon verbrand. Ik heb me ingesmeerd en ik heb alleen maar in de zon gelopen en ik ben zo verbrand, dus ik ga me morgen wel mega goed insmeren. Het is hier dus echt mega gevaarlijk met oversteken en mega veel scooters op de weg. Maar ja, daar staat Thailand al bekend om natuurlijk. Dat is het makkelijkste vervoermiddel hier. Dus, en daarna gaan we denk ik eventjes wat eten. En niet met vrienden gaan vandaag denk ik sowieso niet meer. Dus misschien morgen. Want hun zitten op een andere plek. Ik zie hier ook overal dat je haar kan laten invlechten. En ik wil dat eigenlijk wel doen morgen misschien. Omdat het zo heet is. En ik wil mijn haar ook niet veel beschadigen in de zon. Dus als ik ze in laat vlechten, kan ik ze makkelijk sprayen met protection spray. En dan zit mijn haar ook niet zo in de weg. Dus dat ga ik misschien morgen doen. Op elke hoek bieden ze je massages aan. Dat ga ik ook nog sowieso doen, want ik heb echt een massage nodig. En in Riga ben ik steeds te lui om een afspraak te maken. Ook mega veel opties qua strandkleding. Dus eigenlijk had ik niet eens zo heel veel spullen mee hoeven te nemen. Omdat je eigenlijk voornamelijk. Je kan hier eigenlijk alles kopen. Bikinis, nou noem het maar op. En allemaal een beetje kleding in Thailandse stijl. Oh nou, zo is hier allemaal bikinis. Die komen volgens mij gewoon allemaal van Shein.
En ik heb een mango smoothie, maar hij is zo zoet dat ik echt bijna over mijn nek ga. En het is echt mega druk hier. We zitten ook echt op de meest toeristische plek. Maar we hadden geen zin om iets verder te zoeken en we hadden best wel honger. Dus vandaar dat we gewoon bij de eerste beste zijn gaan zitten. Oké, voor mij zijn doggisterijen in het buitenland echt de beste ooit. Je ziet allemaal dingen die ze bij ons niet hebben. En je wilt alles hebben. En ik heb dus even een body wash nodig, want dat is het enige wat ik niet heb meegenomen. Dus ik ga even zoeken. Zijn we terug in de hotelkamer en morgen ga ik de hele dag in de zon, want ik ben zo wit en ik hoop dat ik morgen een beetje een tan krijg. Ik ga me wel mee goed insmeren, want ik heb zo vaak dat ik de eerste dag mega erg verbrand en dat ik daarna gewoon een week niet in de zon kan. Dus goed insmeren morgen en proberen een tan te krijgen. Ik heb een scooter gehuurd, dat gaan we morgen doen. Dus we moeten even oriënteren van hoe we dat precies gaan doen, wat voor scooter we nodig hebben. En wat de planning is, voornamelijk met onze vriendengroep. Zodat we een beetje kunnen kijken of we het nu bijvoorbeeld wel nodig hebben. Maar we gaan zo lekker slapen en morgen weer een nieuwe dag. En ik heb er super veel zin in. Goedemorgen, het is vandaag maandag 26 december. En we zitten nu bij een tentje. We gaan even wat koffie drinken en ontbijten. Het is 11 uur, dus we hebben wel lekker uitgeslapen vandaag. En vandaag is het wel heel lekker weer, het is niet te heet en een beetje wind zoals je kan zien. En ik ga dus zo kijken waar ik mijn haar kan invlechten, want ik heb het vandaag eindelijk gewassen. En ja, ik wil eigenlijk er niet echt mee in de zon, dus... haar laten invlechten. Het duurde ook helemaal niet zo lang, maar een half uurtje. En nu ga ik eindelijk in de zon. Ik vind het zo lekker wanneer zo'n vlecht zo heel lekker strak aan je hoofdhuid zit. I love it. En ik moet jammer genoeg dit verschrikkelijke hoedje op. Nou ja, niet deze, maar ik heb anders een pet en die is veel te strak. Maar ik heb mijn wenkbrauw getatoeëerd voordat ik wegging. Die mogen nu nog niet in de zon, want ze zijn nu aan het vervellen. Dus ik moet even, ik denk nog een week, in mijn gezicht goed beschermen. Zodat ze wel mooi genezen. Oké, changed of plans. We gaan nu naar vrienden toe, naar Café Del Mar. En we hebben een scooter gehuurd. Fucking lelijke helm, maar let's go. We zijn nu aangekomen in Café Del Mar en ik ben met mijn vriendin Alice. Goeiedag. Dat is het enige wat ze kent van het liedje Goedemorgen, Goeiedag. Dus ja, we gaan vandaag de hele dag een beetje chillen en we hebben wat eten weer besteld. Maar we gaan even slammen. Gelukkig is Alisa wel mooi bruin geworden. Jelinka. Ja, het mooiste naar Ruska. Het is
Vandaag zijn we uiteindelijk naar Café Del Mar geweest. Daar hebben we de hele dag gechilled. En toen zijn we terug gaan naar het hotel. Nu hebben we gewoon even ergens hier weer bij zo'n marktje even wat gegeten. En gaan we zo lekker slapen. Het is inmiddels ook al 11 uur. En morgen gaan we weer tot vrienden afspreken. Dan gaan we waarschijnlijk weer naar Café Del Mar. En we moeten morgen ruiven een andere scooter. Deze gaan we even omruilen. En ja, dan ga ik deze vlog afsluiten. En dan ga ik vanmorgen weer verder filmen. Dus heel bedankt voor het kijken. En zoals iedereen zegt, vergeet niet te abonneren. En doe thumbs up. Dus bye bye.